de match, de eerste wedstrijd. En dat is tussen onze eigen Nederlander Peter Smit, nog zo jeugdig uit Dordrecht, tegen Mondwieler Zwitserland. Ja, de kleinere Mondwieler uit Zwitserland moet zich zeer fel verdedigen tegen onze Dordrechtenaar. Beiden gaan er erg onbesuisd tegenaan. Hier komen normaal de blessures vandaan. Hij speelt een thuiswedstrijd, onze Nederlander. Hier ziet u hoe Peter Smit het hoofd van Mondwieler naar beneden trekt. En een hizagiri, een kniestoot, die doel treft. Klein foutje. Eens kijken wat de scheidsrechter doet. Stilte is hier te snijden. Ja, scheidsrechter Peter Voogd geeft Smit nu een eerste officiële waarschuwing. Uitkijken, Hollander. Ja, dus het is nog moeilijk dat Kyokushinkai, in tegenstelling tot het puntenkarate, hierbij is een knock-out wel toegestaan. Ondertussen kijken we door naar deze eerste wedstrijd. Een linkse hoek treft Mondwieler, die het hoofd afwendt. Hierna volgt een keiharde low kick. En Mondwieler gaat door de knieën. Ja. Even kijken. Ja, voor de tweede maal krijgt Smit een officiële waarschuwing. En helaas, mensen, hij wordt gedisqualificeerd. Boegeroep en applaus hier rondom mij. In dit bomvolle Alkmaarse gebeuren. En de overwinning gaat naar Mondwieler. Ja, we krijgen het normale afgroeten. En dan volgt nu de tweede partij. Weer een Nederlander. Het was een sportieve wedstrijd, die eerste. Voor Nederland geen kampioenschap, helaas. We zijn nu in afwachting van de veelvoudig Nederlands kampioen Nico Gordo. Die zijn gevecht begint tegen Boros uit Budapest. Hij kent de reputatie van de Hongaren en met een afhoudtrap houdt hij Boros op een flinke afstand. Nico Gordo is gewend om af te klemmen zodra zijn tegenstander te dichtbij komt. Maar sinds kort is dit helaas verboden en dat levert Nico Gordo diverse waarschuwingen op. Het voordeel is dan wel dat je je tegenstander uit zijn ritme haalt, maar het is nu helemaal verboden. Ze gaan er weer hard tegenaan. Enthousiast publiek. Wat wil je meer? Weer klemt Nico af, ja, en treft gelijk met een knietechniek die de Hongaar Boros in elkaar doet zakken. Ja, de hoofdscheidsrechter vraagt de vier hulpscheidsrechters of ze gezien hebben dat de kniestoot in het kruis van Boros terecht kwam. Dat is het geval en Nico Gordo krijgt een officiële waarschuwing. Maar we gaan door. Tast elkaar rustig af. Ja, Nico Gordo brengt Boros ten val met een lage zijwaartse trap. Weer vraagt de hoofdscheidsrechter aan de hulpscheidsrechter of ze iets onregelmatigs gezien hebben. Hieruit volgt een waarschuwing voor Nico Gordo. En nu moet onze vriend toch gaan oppassen dat hij niet weer een waarschuwing krijgt. Want dat zou wel eens het einde van de partij kunnen zijn. En als Nico Gordo nu net weer afklemt, veegt Boros hem prachtig ondersteboven. Kijk eens. Beelden die voor zichzelf spreken. Ja, beide moeten nu wel feller gaan vechten na al deze waarschuwingen. En dan plaatst Nico Gordo een linkse Mawashigiri die Boros vol op het hoofd treft. Zoals dat hier in de herhaling zo duidelijk te zien is. Onze techniek staat voor niks, mensen. Maar de Hongaar is keihard en het gevecht gaat gewoon door. Wel krijgt Nico Gordo een Wazari, dus een halve punt.
Bij het inkomen van Borros treft deze met zijn hoofd de mond van Gordeaux. Deze gaat neer en de linkse hoek mist volkomen. Gordeaux blijft liggen, bloed stroomt uit zijn mond. Hij zoekt waarschijnlijk zijn tand en heeft hem gevonden. Ja. Hij raakt zijn kroon of wat het dan ook mogen zijn op. Maar van opgeven wil hij eerst niets weten. Ach, de Hongaar wordt gedisqualificeerd en Gordeaux kan het afgroeten, na het afgroeten naar het ziekenhuis. De regisseur zegt dat we een slow motion krijgen van het hoogtepunt. Dus even kijken, die komt niet. Het afgroeten, ja, dan krijgen we nog een keer de linkse Mawashikiri van Gordeaux.